gaat over een voetballer uit Uffelten. Een beste voetballer die ooit in Nederland heeft geleefd. Misschien zelfs wel de beste voetballer ter wereld. Het boek gaat over. Het boek bestaat volkomen uit interviews met mensen die Cuijff den Dolder hebben zien voetballen. Die hem hebben meegemaakt. Hij woont nog bij zijn broer. Die broer hebben gekend. Dus het is zeg maar een zoektocht naar de beste voetballer van Nederland. Die bijna niemand kent nog. Cuijff die ging ook mee naar de stad. Dat verbaasde mij enorm. Die ging nooit ergens mee naartoe. Ik weet niet waarom hij nu opeens wel meeging. Die hing ook aan die regenpijp. Wij vonden alles best. Kon ons het rotten. Wisten wij veel dat het helemaal fout zou gaan lopen. Viel me op dat mensen gewoon constant dezelfde verhalen aan elkaar vertellen. Weet je wel. Constant dat verhaal, ook in de media altijd. Weet je wel, van Ernst Happel die een flesje bier van een lat schoot. Willem van Hanegem die dan weet je wel, langs een regenpijp naar beneden klom. Al die verhalen die mensen aan elkaar vertellen van weet je nog, goede oude tijd. En toen had ik iets van, die ga ik gewoon allemaal in één voetballer proppen. Dus het is Cuijff den Dolder is en Marco van Basten en Vaas Wilkes en Abel Lenza en Willem van Hanegem en Ernst Happel en Ruud Krol. Het is gewoon lekker overzichtelijk, dat zit allemaal nu gewoon in één man. En die moet je dan voetbal leren. Dat is geen doen. Dat zag Willem zelfs in. Een trainer Dolf Segers. Natuurlijk wist ik dat ze gingen stappen. Ik ben niet gek. Je zit in een klooster net buiten Antwerpen. Wat zou jij doen? Een boek gaan lezen? Ja, daarom. Toen we aankwamen rijden zag ik die regenpijp al. Dat was verder een ABC'tje. Toen wist ik het al. Die gingen doorzakken. En dat is ook gebeurd. De hele selectie. Cuijff ook. Dat had ik dan weer niet verwacht. Het zegt veel meer over al die mensen die over hem aan het praten zijn dan over Cuijff zelf. Hij doet wel een beetje vreemde dingen in het boek, weet je wel. Maar uiteindelijk, als je kijkt wat hij nou is, zijn gewoon de mensen die over hem praten zijn pas de echte zonderlingen in plaats van Cuijff. Daar gaat het over. Gewoon dat hele dat dorpsachtige Nederland van naar elkaar loeren en elkaar in de gaten houden. Het is een beetje. Toen ik het aan het schrijven was, een beetje Twin Peaks in de polder of zo. Dat is door mijn eigen verbazing. Hoor. Want dat is wel zo'n romantisch verhaal. Maar ik had dat zelf niet zo in de gaten. Ik had het pas in de gaten toen ik het aan het schrijven was. Van shit, het gaat helemaal niet over Cuijff dit eigenlijk.